Met een leuk stemmetje ben je nog geen Annie. Je moet namelijk ook heel goed kunnen dansen. En daar wordt in deze fase van de audities heel veel aandacht aan besteed. Misschien dat ze net zo goed kunnen dansen als ik. Oh, sorry. Voor dat dansen heb je natuurlijk een choreograaf voor nodig, hè? 5, 6, die kan kijken hoe goed je kan dansen, maar die kan je ook kleine kneepjes van het dansvak bijbrengen. 6, 8, 4, 2, 3, shake! En kick! 2, 3, 4, 5, 6, 7, draai! Ik vind het belangrijk dat de kinderen goed kunnen dansen, maar wat ik nog belangrijker vind, dat als je goed kan dansen en je hebt geen uitstraling, is voor mij niks. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, goed zo, nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We hebben in ieder geval gegoogeld natuurlijk naar de vorige Annie audities. En daar waren de danspasjes ook op te zien, dus hebben we een beetje geoefend. Ze heeft nog een extra zangles gedaan, gewoon om even nog, kijken of we nog een schepje bovenop konden doen. De eerste auditie had ik zoiets van, het is gewoon leuk en we zien wel. Ja, toen ze er toen doorheen kwam, dan werd het wel spannend. Hij komt steeds dichterbij. Ja, precies. Vandaag zeker al geschikte kinderen ontdekt. Gelukkig ook. Er zijn zeker een aantal meisjes die in hun kwaliteiten boven de rest uitstaken. Absoluut. Ja, ik heb ze zeker gezien. Je ziet bij een ieder van vuilnisman tot pastoor. Niet wat die draagt van top tot teen. Wie zijn er door van deze dames en voor wie stopt het Annie-avontuur? Dat zien we volgende week in koffietijd. Van begin! 5, 6, 7, go!